sportief record in het Wheel of Energy. Voor het eerst kreeg een groep lopers het voor elkaar om 72 uur non-stop het wiel draaiende te houden. 3 dagen en nachten liepen tientallen vrijwilligers van alle leeftijden mee. Allemaal met maar één doel, samen de eindstreep van 72 uur halen. We waren hier in december dus 24 uur. Dat was gewoon zo geweldig en alle mensen waren zo enthousiast. En dan, ja, toen stapten we eruit na 24 uur en dan heb ik eigenlijk de belofte aan, ja, we komen terug. Ja, 2 keer hetzelfde moet je niet doen. En toen zei ik eigenlijk grootspraak van, nou weet je wel, dan doen we het dubbele. Waar zie je het meest tegenop? De nachten. We zijn komende nacht en morgen nacht zijn we met z'n drieën tot nu toe. Sommige uurtjes loopt er nog eentje, eventjes een uurtje tussendoor. Maar we zijn de uitdaging aangegaan om 72 uur het wiel te laten draaien. En dat willen we dus ook gewoon echt doen. Dus wij hebben ook gezegd, als er niemand is, dan gaan we gewoon samen om de beurt dat wiel laten draaien. Tijdens de marathon starten ook de voorbereidingen voor het volgende spektakel. Ter ere van de 500ste marathon van wielinitiatiefnemer Richard Bottram werd op zaterdag 25 juni op het Jan Dellaertplein een uniek openluchtconcert gegeven. Kijk voor een verslag hiervan op schipholtv.com.